Yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en ik moet eerst even mijn headset goed doen. Ja zo. Maar jongens, vandaag heb ik een nieuwe episode van Zoo Tycoon 2 The Derps over jullie. Dit is episode 3. En vandaag gaan wij een wolf plaatsen in de dierentuin. Er zijn twee mensen die een wolf hebben voorgesteld. En er waren echt zoveel andere dieren, waaronder linksen, katten, zebra's, jaguars, weet ik veel. Maar vandaag dus een wolf. Er zijn volgens mij 3 verschillende wolven in Zoo Tycoon. Dus het is aan mij om te bepalen wat voor wolf wij gaan doen. Dus ik zit er aan te denken om de grootste te doen natuurlijk. De gemeenste en de grootste en de gevaarlijkste. Maar goed, laten we eerst maar eens... Oh nee, dit moeten we niet hebben. We moeten de map opstarten. Oké, zo. Het is echt een tijd geleden dat ik de Derps Zoo weer heb gespeeld. Maar ik vergeet gewoon altijd dit te recorden. En ik record makkelijker gewoon als speelt Minecraft of weet ik veel wat. Bloodstone Fans 5 natuurlijk. Dus en ik vind dit eigenlijk net zo leuk om te doen. Dus ja, maar goed. Krokodilverblijf hebben we hier. Ik moet nou dus even een mooie plek gaan vinden voor het wolfjesverblijf. Laten we eerst maar eens gaan kijken wat voor wolf wij gaan doen. Tenminste, dat lijkt mij handig. Even kijken. Oké, zo. Ik heb niet te veel lag, want ik ben ook een video aan het uploaden. Dus ik heb niet echt veel frame drops. Maar hier run ik meestal op, dus dit moet wel goed zijn. Goed, wel, wolfjes dus. Dan gaan we alles bij langs, want ik heb nooit wolven geplaatst in Zoo Tycoon 2. Gewoon omdat wel... Wolven zijn niet boeiend. Ik vind ze wel leuk, alleen ik plaats ze gewoon nooit. Omdat wel, ik plaats bijvoorbeeld liever een nijlpaard of zo. Even kijken, goed, wel, wolf. Dit is de links, by the way, die wil ik ook nog wel een keer gaan doen. Ik ga natuurlijk ook wel gewoon... dieren plaatsen die ik graag wil. Maar het is vooral aan jullie om te bepalen wat voor dieren ik wil. Maar als we bijvoorbeeld geen dier krijgen of we krijgen allemaal verschillende dieren, dan moet ik wel een van die dieren kiezen. En er staat vaak nog wel één bij die ik leuk vind. Ik vind eigenlijk alle dieren uit Zoo Tycoon weer wel leuk. Maar ik heb gewoon altijd zoiets van... Ja, ik doe gewoon altijd standaard grote dino's en grote roofdieren en zo. Dus ja... Even kijken, waar zijn de wolfjes? Oké, dit is dit... Oké, we hebben maar 2 wolfjes. De Ethiopische wolf... En de grijze wolf. Oké, wel. Deze leeft in berggebied. En deze leeft in noordelijk bos. Wel, ik vind deze er wel schattig uitzien. Dus doen we deze. Even kijken. Nou, deze is veel duurder. Dus die wil ik eigenlijk wel liever. Alleen, die leeft hier helemaal niet in. Die leeft in woestijn. Dus daarom gaan we die niet doen, maar deze. Want deze leeft wel in dat biome. Dit is gewoon... Die leeft er helemaal niet. Zoet en koet, hey, wees eens fatsoenlijk. Goed, wel, waar gaan we? Oh mijn god, Nies. 1, 2, 3. Zo, nou, even kijken. Waar gaan we dat wolfverblijf maken? We kunnen hem hier gaan doen. Oh god, ik moet echt nog een keer het plein gaan doen. Nou, dat doe ik in de volgende episode wel even. Ja, oké. Ik stel het steeds uit. Bij de volgende episode ga ik echt het plein doen. Goed, wolfverblijf. Waar maken we het wolfverblijf? Wel, dat doen we hier zo. Hekken. Wat zijn leuke hekken voor een Ethiopische wolf? Is dit leuk? Ja, dat is echt wel iets voor wolfjes, denk ik. Of zo. Ja, dit is echt zo'n Ethiopisch wolfverblijf. Of zo'n grijze wolfverblijf, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Even kijken, moeten we dit eerst even fatsoenlijk gaan maken? Weet je wat? Dan kunnen we wel finish boompjes gaan plaatsen uiteindelijk. Dus doen we gewoon lekker zo, hard ze flats. Oké. Nou, even loop die loop. Zo, hallo, waarom wil je daar niet omheen? Oké. Zo, en dan hier langs, en dan hier langs. Oké, hey. Ga jij eens even... Oh, nee, shit. Oké, die moet weg. En dan moet het hier mooi rondom. Ja, zo. Goed, wel, dan moeten we even kijken hoe groot dat verblijf precies gaan maken. Ik denk... Ja, zoiets als dit, dat is wel prima, denk ik. Wolfjes zijn niet echt super groot, dus wat dat betreft... Kijk, ze zijn maar zo groot. En wel, dan is dit... een beetje... Ja, het is iets te klein, denk ik. Zo, dat is goed, ja. Goed, even dit. Ja. Kijk, tuur eens even. Prachtig, hatsaflats. Mooi wolfverblijf. Goed, noordelijk bos. Wel, dan doen we gewoon bosgrond met aarde. Of nee, we doen gewoon normale bosgrond. Dat is toch mooier. Zo. Heb ik al sounds eigenlijk? Ja, volgens mij wel. Nou, in ieder geval zo. Als we geen sounds hebben, spijt mij, maar ik... Gewoon niet echt wat, of hoor ik wel wat? Even kijken. Ja, ik hoor wel wat, alleen ik heb de audio voor mijzelf heel laag staan. Dus ja, whatever. Goed, huisjes. Wat is dit nou weer dan? Dat is lelijk. Dit, kijk, dat moeten we hebben. Grotten. Grotten en cave systems. En Minecraft for the win. Nee, okay. En dan plaatsen we natuurlijk ook even zo'n geval. Vinden de wolfjes ook wel leuk, denk ik.
plaatsen we mooi hier, kunnen de bezoekers er mooi naar kijken. Goed, nou moet ik boompjes gaan planten. Wel, boom, 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 boom. Ik ga ze ook water geven. Een stroompje, een klein stroompje zo. En zo, dat gaat dan hier langs. Kijk, dat is toch leuk dit zo. En dan kunnen we hier zo'n boom planten of zo. Weet ik veel. Hier zo'n sequoia ding is wel chill. Of nou, nee, die wil ik niet. Want wel, dit is meer iets voor elanden en zo. En wel, wolfjes leven meestal in een dichtbegroeid bos. Dus ik denk dat dit het handigste is. Oké, zo. En die. Dan hebben we natuurlijk deze nog. Die moet er ook even bij. En dan kunnen we verder alles gaan opvullen met deze dingen. Hier komt het eten. Dus dan moet dit nog even extra dichtgemaakt worden. Oké, en dan hier nog één. Even kijken. Ziet dit er al wat beter uit? Ja, dit is nog een beetje te overbegroeid. Of nou, te weinig begroeid bedoel ik. Even kijken, dan kunnen ze hier liggen of zo. Weet ik van wat ze daar willen doen. Mogen ze zelf weten. Daar nog een boom. Hier nog een boom. Mooie spar. Even kijken, dan kunnen we hier natuurlijk achter ook nog boom kwijt. Tenminste. Kennelijk niet. Oké, wel, dan moet ik maar met deze dingen. Zo. Staat ook wel leuk. Daar niet. Even kijken, goed, gaan we even in guest modes. Even kijken. Nou, dat is ideaal voor de Ethiopische wolf. Ideaal. Ik vind het een mooi verblijf. Lekker simpel, maar toch leuk. Even kijken, ik wil even wat rots in die rivier plaatsen. Dat vind ik altijd wel mooi. Zo, ook wat naast de rivier. En, een beetje opfleuren natuurlijk. Even wat extra mos erin plaatsen. Zo. Het is natuurlijk wel helemaal wat boompjes en zo. Dus er moeten nog allemaal plantjes bij en zo. Kijk, nu komt het er al een stuk mooier uit te zien. Even mooi spammen. Oké, zo. Kijk eens even aan. Nu moeten we natuurlijk nog iets van speelgoed hebben. Even kijken, dan doen we zo'n ding doen we daar. Sure, why not. Doen we een olievat hier. Doen we een bal in het water. Samen met nog een bal. Sure, we doen zo'n ding hier. Nee, dat doen we niet. We doen wel even zo wat van die dingen daar. Dat is wel leuk. We doen een autoband hier. We doen wat balletjes. We doen wat piepbeestjes. Zo nog even zo'n ding erbij. En dan doen we hier nog even wat van die. Altijd leuk. Oh mijn god, er zit een gletsjer en een verwarmde rots. Ja, vergeet het maar. Krijgen ze niet van mij, want ik ben een slecht baasje. Eten, wel vis. Vis vinden ze lekker. Dus doen we wat vis. We doen wat vlees. Leggen we hier nog wat vlees neer. Drinken natuurlijk. Ze hebben water nodig en zo. Dus doen we dat hier. En doen we hier wat water. Zo, oké. Okay, wel, dit is in principe wel goed voor eten en alles. Ik vind het een goed verblijf. Dus ja, gaan we even personeels in gaan plaatsen. Gaan we in guest mode. En dan moeten we even kijken waar we verder gaan doen. Even kijken, waar plaatsen we er één? Ik wil er eigenlijk twee. Dus we doen er hier één, denk ik. Ah, ja, nou, fuck the system. We doen er gewoon één. Huppakee. Ik ga nog wel even dat pad doortrekken. Want, ja, en we moeten natuurlijk nog even de donatieboxen en zo doen. Dus, ja. Even kijken. Het is niet zo'n super lange episode, maar ik heb nog wat andere dingen te doen vandaag. Dus, ja, maar dat begrijpen jullie vast wel. Even kijken, zo, dan doen we even deze erbij. En dan doen we even deze erbij. En dan moeten we denk ik nog even iets aan de verrekijker hebben of zo niet. Want dan kunnen ze de dieren bekijken. En dat vinden ze altijd wel leuk. Vind ik de mensen altijd heel leuk om te doen in de dierentuin. Dus ja, zo. En dan doen we er daar nog een. Sure, why not? Goed, guest mode activate. Gaan we even dit verblijf kijken. Ik vind het wel heel mooi, zo hier naast de jungle voor de dodo's natuurlijk. En ja, ja, mensen hebben ook gevraagd erbij. Ronald, doe je ook een overview als je eenmaal de dierentuin klaar hebt? Want wel, de dierentuin is niet zo super groot natuurlijk. En ja, dat gaan we inderdaad doen. Dus, ja, even kijken. Ik kan in principe een hele mooie zoom maken. Maar omdat ik zo doe van, nou, de mensen moeten zeggen wat voor dieren we gaan doen. Kan ik niet van die mooie plekjes maken zodat ze een burgerzoo hebben. Oh, wacht! Hé, hey, er is een jong gebaard. Halleluja! 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 Verkopen! 1250! Holy shit! Even kijken, we gaan even bij de dodo's kijken nadat we de wolven hebben geplaatst natuurlijk. Even kijken, zo. Wat denk je? Ja, we doen gewoon een mannetje en twee vrouwtjes. Een mooie roedel. Zo, oké. Okay. Hallo wolfjes. Oh, kijk eens even. Oh, wat leuk. Hallo. Oh, ja, ja, ja. Lief klein hondje. Oh, joh. Wat een lief klein hondje, hè. Ja. Nee, maar even serieus. Ik vind het echt een mooi verblijf. Hier hebben ze een mooi plekje waar ze kunnen zitten. En weet je wel, gewoon een beetje liggen zo bij de zon en zo. En een feesthond. Dus, ja. En dat ze kunnen ook lekker een beetje zwemmen en zo als het warm is. En dat vinden wolven ook fijn. Honden in ieder geval. Ik weet niet of wolven het ook vinden. Maar whatever. Goed, nu gaan we maar eens even naar de dodo's. Want een dodo heeft een jong gebaat. En dat is altijd leuk om te zien natuurlijk.
Even kijken. Pom, 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 pom. En ja, jongens, ik ga proberen om vanaf nu 2 episodes per week van de Turpshoot te uploaden. Want wel, ik wil dat gewoon echt gaan doen, want wel... Ik vind dat ik te weinig upload helemaal van de Turpshoot. Ik vind wel dat ik veel Minecraft en zo upload, maar ik wil ook andere games doen. Even kijken, Dodo 1. Waar is dat ei gebleven? Is dit het ei? Nee, dat is wat anders. Even kijken, nou, vullen we de bak even. Ja, vullen we ook maar even bij. Dit is ook geen ei. Waar is dat ei? Hallo, Dodo, waar is dat stinkende poepei van jou? Ik kijk er waarschijnlijk gewoon met domme gastjes recht overheen. Nee, oh, 2 eieren. Oh, halleluja. Omeletjes, omeletjes, omeletjes. La 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 la. Goed, dat was mijn omeletsong. Even kijken, goed, nu gaan we even een dier of zo hier plaatsen. Ja. Goed, nu gaan we nog even een band opbouwen met die stomme dieren. Door ze even te aaien en alles, want dat ben ik vergeten. Lol, 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 lol. Even kijken, ik heb je net al gepoetst. Ben je nou weer smerig? God, wat een stom beest, hè. Even kijken, er is iemand bijna douchen hier in huis. Dus als je een beetje watervalachtig gedoe hoort op de achtergrond, mijn excuus. Maar ja, yeah, kop de staart hoor. Even kijken. Pop, pop, pom, pop, pom, 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 pop, pom, 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 pom. Oh, wat een schatje. Kijk nou, wat een schatje. Oh, wat een schatje. Oh. Ik ga hem doodmaken, Mario-staal. Yo, ik ben het over die wolf heen gejuked. Check dit. Woe! Kijk, je kunt er niet zo. Oh, je kunt er ook gewoon doorheen lopen. Failure. Failure. Wow, boven die bal langs. Ja, dat is wel cool. Je kunt ook die bal heen. Wat is dit voor bullshit? Je kunt gewoon overal doorheen juken. Behalve door die. Oké, vliegende steen. Vliegende steen. Oké, nou eens even kijken. Dom, pom, pom, pom. Nog een wolf hier. Moet jou aaien? Nee, jou. Ik moet wel water bijvullen, natuurlijk. Ik heb ook niks beters te doen dan een beetje voor verzorgen te spelen die hele dag. Nel Krokodil 2 kan niet bij kunstmatig karkas. Oh my god. Verplaatsen wij hem toch even naar daar. Ze lag vast te dicht bij die stomme boomstam. Even kijken. Ik ga nog even bij de krokodillen langs. Even kijken, zo. Prooipopjes en zo. Hallo, hallo. Ben je schattig? Ja, schattig. Natuurlijk. Oh, hi. Je hebt het ook heel lief. Ja hoor. Lekker krokodillenbiefstuk. Ik had laatst een stuk vlees. Dat had mijn moeder gekocht en dat was zo verschrikkelijk taai. We zeiden wel, jongen, dit smaakt gewoon een krokodil. Dus ja. Even kijken, oké, wel dat is klaar voor vandaag. Wel jongens, ik denk dat ik de episode hierbij ga laten. We hebben een mooi verblijf voor de wolf gemaakt. Dus ja, het is een korte episode, maar ja, ik moet nog wat andere dingen recorden. En ik moet nog wat dingen editen. En ik moet nog andere dingen doen natuurlijk. Dus ja, we hebben wel veel klaargekregen. De volgende episode zal wat langer zijn, want dan gaan we een fantastisch plein maken met kraampjes en alles. Dus ja, wel jongens, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet jouw favoriete dier van Zoo Tycoon 2 in de reacties te zetten. En jongens, google gewoon welke dieren er in de uitbreidingspakketten zitten. Want ik heb op dit moment alleen maar ja, reacties gekregen van mensen die de normale Zoo Tycoon hebben. En die dus ook alleen maar die dieren weten. Want we hebben wolven en nelkrokodil natuurlijk. Die komen in de normale Zoo Tycoon voor. Dodo's heb ik zelf dus geplaatst. Die zitten in de nieuwe uitbreidingspakketten en zo. Dus ja, maar goed, tot de volgende keer allemaal. Bedankt voor het kijken. En laat een like achter. Dus ja, dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer. Bij meer Minecraft. Nee, bij meer Zoo Tycoon 2, de Durpzoo. Dus ja, later mensen.